Dag dames en heren, er staan een paar fraaie nazomerdagen op het programma met veel zon en temperaturen ruim boven het langjarig gemiddelde voor eind september. En ook vandaag is het een mooie dag op veel plaatsen met redelijk wat zon. Vanochtend al een kleurrijke zonsopkomst, maar we zagen wel van die hoge sluierbewolking in de lucht hangen. Nou, die sluierbewolking is met name in het noorden van het land momenteel wel wat dikker aan het worden. Daar komt de zon eigenlijk nauwelijks nog doorheen. Dat zien we ook op de satelliet. Af en toe daar dus wat dikkere wolkenvelden, elders sluierbewolking, maar geregeld ook ruimte voor de zon. En aan dat weerbeeld verandert vanmiddag niet al te veel. De meeste bewolking dus in de noordelijke helft. Misschien dat er in het Waddengebied en in het noordwesten af en toe ook een beetje regen valt, maar veel zal dat niet voorstellen. Elders blijft het droog en de meeste zon is weggelegd voor de zuidelijke provincies. Met daar ook de hoogste temperaturen van plaatselijk 21, misschien 22 graden in Limburg. Daarbij staat wel een stevige wind, maar die wind gaat vanavond en vannacht geleidelijk afnemen. Met name in het binnenland kan dan plaatselijk wat mist ontstaan en veel kouder dan 13 graden wordt het niet. En ook morgen zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden. Misschien dat er in de ochtend in het binnenland en dan met name in de noordoostelijke helft een enkele bui kan vallen. Maar ook dan blijft het op de meeste plaatsen toch droog. En in de loop van de dag zien we vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon goed doorbreken. Het wordt ietsje warmer met 19 tot 22 graden op de meeste plaatsen en beduidend minder wind dan vandaag. In het weekend wordt het nog wat warmer. Dan staan er echt twee hele aangename dagen op het programma met zowel zaterdag als zondag temperaturen rond een graad of 23. Het is niet helemaal uitgesloten dat in het binnenland lokaal zelfs een enkele 25 graden gehaald wordt. Zaterdag is het droog. Op zondag neemt de kans op enkele buien toe, maar in de avond mogelijk ook met onweer. En die buien zijn wel het begin van een veel koudere, frissere periode, met volgende week temperaturen dalend naar zo'n 15 of 16 graden in de middag. En ook dan valt er van tijd tot tijd een enkele bui. Ik wens u nog een mooie dag.